Na een jarenlange discussie werden stadsbussen 3 jaar geleden verbannen uit de Burchtstraat en Augustijnenstraat in de Nijmeegse binnenstad. Dat betekent wel dat die twee straten nu eigenlijk veel te breed zijn. Daarom gaat de gemeente ze herinrichten. De bushalte in de Burchtstraat tussen Kelfkesbos en Grote Markt is inmiddels al verwijderd. En nu is het de bedoeling dat de straat meer groen krijgt en verschillende speelelementen, zoals de gemeente dat noemt. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Daarover mogen omwonenden en ondernemers meepraten. Ook de Augustijnenstraat tussen Grote Markt en Plein 44 wordt aangepakt. De herinrichting maakt deel uit van het actieplan Binnenstad.